De provincie bestaat 200 jaar. Daarom aan het eind van het jaar de Zeeuwse geschiedenisquiz voor scholieren. Met vier Zeeuwse 4-HAVO-klassen. En we beginnen vandaag op het Austria Lyceum in Goes. Goedemorgen, u bent vandaag de gast bij het Austria Lyceum. Een hele brede scholengemeenschap in Goes. De leukste school van Goes en ik kan het weten, want ik heb hier zelf op school gezeten. We hebben alles van basisberoep tot en met gymnasium. En vandaag zijn we te gast bij 4-HAVO, want daar spelen we de geschiedenisquiz. Dit is hem, de Zeeuwse geschiedenisquiz. Veel succes. En jullie ook. Ik ben Erika Capelle, dit is mijn HAVO 4 en dit is de geschiedenisquiz. De koffer met alle attributen voor de quiz en een outfit voor de quizmaster. Nee. Deze op. Jawel, dat is de kleur bij je shirt. Je wist het. Iedereen klaar? Yes. Eerst vullen alle leerlingen een lijst in met 20 meerkeuzevragen. De beste 4 leerlingen spelen zo de volgende ronde van de quiz. Toch is ook de gemiddelde score van de klas belangrijk. Die telt namelijk mee in de strijd tegen de andere scholen. En de vragen zijn best pittig. Zeeland had in 1885 de primeur met de eerste vrouwelijke journaliste van Nederland. Zij werkte voor de Middelburgse Courant, een voorloper van de PZC. Hoe heet deze journalist? Ik denk Anne Bol. Welke Engelse monnik kwam omstreeks 690 naar de Lage Landen om het christendom te brengen en zou volgens de Zeeuwse overlevering allereerst voet op Walcheren hebben gezet? Ik denk... B. Bonifatius. Welke Nederlandse speelfilm uit 2002 met onder andere Fetja van Huert en Frank Lammers werd in het dorp Bruinisse en op andere locaties in Zeeland opgenomen? Ik denk A. Zeeuwse Oesters. De uitslag van de eerste ronde. Gemiddeld scoorde de HAVO 4 van het Austria in Goes 8,6. Die score gaat mee voor het scholenklassement. Maar welke 4 leerlingen scoorden het best? En gaan door naar de tweede ronde. En met 13 punten, de beste van de klas, is Isabel. Yeah. Isabel. Ronde 2. 4 kandidaten. Wessel, Isabel, Fanny en Robin. Opnieuw meer keuzevragen. Ieder goed antwoord levert 2 punten op. Over de naam van onze school, Austria. Dat betekent natuurlijk oester, dat weten we wel, maar het is ook de naam van een schip dat in Zeeland enige bekendheid heeft gehad. En de vraag is, waardoor? Nou, A. Het was het eerste schip van Michiel de Ruiter. B. Het was het vlaggenschip van de vloot die werd ingezet bij de bouw van de Oosterscheldekering. C. Een Zeeuws schip waarop in 1993 voor de kust van Walcheren een recordhoeveelheid hash werd aangetroffen. B is het goede antwoord, namelijk het schip van de Austria. Vraag 2 is met een filmpje. Een schijf in een kaasvorm met een diameter van 22 centimeter, een dikte van 8 centimeter en een niet-symmetrisch loopvlak heet een krulbol. Eeuwenlang gespeeld in Zeeuws en Belgisch Vlaanderen en weer opgevat in Oostburg waar men landelijke en interlandelijke toernooien organiseert. De ongeveer 10 meter lange bolbaan moet goed vlak zijn en het gaat erom de bol een zodanige trek of krul te geven dat hij als het ware een vraagteken beschrijft en zo dicht mogelijk bij of op een doelpaal of staak belandt. Wat is nu de naam van dit spel dat ze in Zeeuws-Vlaanderen nog steeds spelen? Kan we kiezen uit 3. A. Krulballen. B. Krulbollen. Of C. Jeu de boucle. Het goede antwoord is B. Krulbollen. Voor vraag 3 blijven we even bij sport en spel, voetbal.
Ooit voetbalden er twee Zeeuwse broers tegelijkertijd in de Nederlandse Eredivisie. Waren dat de gebroeders A. Koeman, B. De Nooier, C. De Boer? En het goede antwoord is B, want Ronald en Erwin Koeman, die zijn nu samen trainer in Engeland. Die kwamen uit Groningen. Frank en Ronald de Boer, die komen uit Noord-Holland. En Gerard en Dennis de Nooier, die komen uit Oost-Soeburg. En die speelden samen volgens mij bij Sparta. Kijken we maar eens goed naar het plaatje. Wie is dit? A. Willem Beukelszoon van Biervliet. Is dit B. Wolfert van Borselen? Is dit C. Jan van Renesse? Mevrouw, uit welk jaar is dat plaatje? Het is uit de middeleeuwen. Geniaal, hè? Draai je bordjes maar om. Nou, het is Willem Beukelszoon en die wordt wel de uitvinder van het haringkaken genoemd. En dat is een belangrijke uitvinding voor haringvisserij, want zo konden ze de haring langer bewaren. De laatste vraag van deze ronde met snoepjes. Weten jullie wat het is? Het is pablaas. Nou, dat weten we dus, maar de vraag is, wat zit erin? A. Boter, suiker en stroop. B. Boter, suiker en chocola. Of C. Boter, suiker en azijn. Oké. De bordjes zijn omhoog en het antwoord is C. Boter, suiker en azijn. Tot zover de tweede ronde. Met Robin als duidelijke winnaar. Maar als we kijken naar de punten van Wessel, Isabel en Fanny en we tellen daar de uitslag van de eerste ronde bij op, dan nemen we helaas afscheid van... Wessel. Oh. Ronde 3. Nog 3 kandidaten. Geen meer keuzevragen meer, maar wie het eerst op de bel drukt. 5 punten nu voor ieder goed antwoord. Hoe heet de in Capelle geboren schrijfster van vooral populaire kinderboeken? Annie M. Ging-Schmid. Hartstikke goed. Zo. Heel strak. We kijken eerst naar een filmpje. Wie van Vlissingen naar Breskens in Zeeuws-Vlaanderen wil reizen of omgekeerd, moet gebruik maken van de pont over de Westerschelde. Voor de overtocht van voertuigen moet betaald worden, sinds 8 jaar geleden het kosteloze vervoer werd afgeschaft. Na een tocht van 20 minuten bereiken de ponten die een uur dienst onderhouden de andere oever. De beslissing van de regering nu om de tarieven te verhogen en om ook passagiers te laten betalen, lokte in Zeeuws-Vlaanderen felle protesten uit. Men vreest dat het isolement van dit gebied daardoor nog geaccentueerd zal worden. Het autoveer Vlissingen en Breskens werd in 2003 opgeheven. Waarom toen? Wat kwam er toen? Een tunnel. Ik vind dat een goed antwoord. Inderdaad, in 2003 kwam daar de Westerschelde-tunnel. Tijdens de 80-jarige oorlog werd in Zeeuws-Vlaanderen een stelsel van vestingwerken aangelegd. Hoe noemen we dit stelsel van verbindingslinies? Spoorwegen? Nee, niet in de 80-jarige oorlog. Iemand in het publiek die het weet? Nee, geen hulplijn. Het zijn de Staats-Spaanse linies. Nu je het zegt. Beide partijen die bouwden aan dit stelsel, zowel de Spanjaarden als de Nederlandse opstandelingen. En die opstandelingen die noemden zichzelf staats. Dan luisteren we even naar... muziek. Zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Bluff. Heel goed. Jullie hoorden uit 1998 de eerste hit van een hele populaire Zeeuwse band. En hoe heet die band? Bluff. Met Liefs uit Londen. De groeten uit. We zien een kaart die is verstuurd uit een Zeeuwse stad. En welke stad zie je? Vlissingen. Helemaal goed.
Fanny, waar zag je dat aan? De boulevard. Ja, heel goed, hè. En misschien ook de veerboot? Nee, daar heb ik niet op gelet. Nee, je zag gelijk die boulevard en het was goed. Dit is de laatste vraag. Isabel loopt voor. Het is nu tussen Fanny en Robin. Deze vraag gaat over een voorwerp. En daarvoor hebben we een speciale gast. Casper uit het Historisch Museum De Beverlanden hieruit Goes. Dit is het voorwerp. Het is een kalandersteen. Zo zeg ik het goed. Inderdaad. En de vraag is, waar werd deze steen voor gebruikt? Als kogel of zo? Is het een kogel? Nee. Om kleren te strijken. Ja, dat rekenen we goed. Kalanderen, dat is het werkwoord waar het vandaan komt, is het glimmend maken van materialen. Het wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt voor papier. Dan wordt het door walsen heen gehaald. Maar vroeger deed men dan dat ook thuis als men kleren voor de klederdracht op ging stijven. Die werden met stijfsel hard gemaakt. En dan werden ze hard over die kalandersteen heen gewreven om het te laten glimmen. Heel mooi. En dat was ronde 3, met een duidelijke uitslag. 10 punten voor beide meiden en slechts 5 voor Robin. Dus we moeten afscheid nemen van Robin. Ronde 4, de finale. Wie wint deze aflevering van de Zeeuwse geschiedenisquiz voor scholieren? Isabel of Fanny? Maar liefst 10 punten voor ieder goed antwoord. In Zeeuws-Vlaanderen ligt het grootste brakwaterschorregebied van Europa. Hoe heet dat gebied? Hoe heet dat verdronken land? Het verdronken land van Saaftingen. Heel goed! Kijk naar het volgende filmpje. Daarin zie je belangrijk Zeeuws erfgoed. Hoe heet dat erfgoed? Nou, dat is toch gewoon de haven in Ierseke, of dat is sowieso in Ierseke of niet? De putten, de oesterputten. Dat is het goede antwoord. Oh, yeah. Oesterputten van Ierseke! Heel goed. Nou, Isabel, je bent nu officieel de winnaar. Nou, we hebben nog 1 vraag. En die vraag is voor punten van de school. Want onze school wordt vergeleken met andere scholen. En dat betekent bonuspunten als het antwoord precies goed is. De Zeelandbrug tussen Schouwduiveland en Noord-Beveland was ooit de langste brug in Europa. Hoe lang is deze brug? Je mag het antwoord in meters opschrijven. 6. Nou, Fanny, jij zit er het dichtst bij. Met 6000 meter, want het antwoord is 5022 meter. Maar het is helaas niet voldoende voor punten. De winnaar van vandaag van de eerste aflevering van de Zeeuwse geschiedenisquiz voor scholieren is dus Isabel. En de totaalscore van deze klas is 65,6 punten. Daarmee staan ze nu natuurlijk bovenaan in het scholenklassement. Maar dat kan morgen alweer anders zijn. Dan zien we hoe de 4HAVO van het Pontus Pieter Zeeman College in Zierikzee het doet. Tot morgen. Had je het verwacht? Nee, eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk wel superleuk dat ik ook gewonnen heb. Ja, en dat was ook gewoon een leuke dag al bij ons. Wil je meer weten over de geschiedenis van Zeeland? Kijk dan op www.zeeuwseankers.nl.